Hey. En Rob. Jan Willem, jongen. Ik heb je gevonden in de grote stad. Mooi, mooi, mooi. Hey. Ook op de markt? Ja. Kom verder. Ja. Mooie plek, joh. Wat is dit? Nou, welkom in onze servicekoers. We kunnen hier even de fiets neerzetten, maar we gaan hiernaast koffie drinken. Oh, lekker. Je kunt hiernaast koffie drinken, ook de fiets laten repareren. Ah ja. Dat is mooi. Dan kun je tijdens dat je fiets gerepareerd wordt even een bak koffie nemen. Mag ik een espresso macchiato? Zeker. En voor mij een koffie alsjeblieft. Ja, kom daar. Mooie plek, joh. En die service course, niet lullen maar poetsen staat eraan, maar wat is dat? Ja, dat is soort, zeg maar, onze ontmoetingsplek van onze ploeg. Kijk eens even. Oh, dankjewel. Dankjewel. Is de ontmoetingsplek van onze ploeg. En ze willen ook, zeg maar, mobiliteitsprojecten steunen in de regio Rotterdam. Dus zeg maar, naast dat ze een continentale ploeg hebben wat Delta Cycling is, willen ze ook gewoon meer mensen laten fietsen naar hun werk en dat soort zaken. Ja, en dan moet je gewoon aanwezig zijn in het straatbeeld. Ja. Ik zal je een paar mooie plekken laten zien van Rotterdam. Ik ben heel benieuwd. Nou, het is ook nog wel mooi hier om er heen te kijken in Rotterdam. Alles en nog wat te zien. Ook nog een beetje kunstzinnen. Nou, hier rechtsaf. Kijk, hier is het, de plaatboek. Even kijken dan. Ja, zeker. Ik luister altijd precies hetzelfde als ik warming-up doe. En dat is van Gesafvalstein, het album heet Alep. Het is een beetje techno, dus misschien een beetje buiten jouw tijd. En dan op de rollenbank en dan haalt die muziek aan en dan kom je helemaal in de focus. Ik duik toch stiekem de blues ook in als je nu. Ja, dat is goed. Ik geef jou een beetje muzikale opvoeding. Als je nou gewoon deze met Thin Lizzy. Met warming up gebruikt, dan ga je dit jaar een heleboel koersjes winnen, jongen. Inpakken en wegwezen. Inpakken en wegwezen, fantastisch. Mooi hè, Ahoy. Ja, fantastisch. Mooi. Heb je hier eens gereden? Nee, nog nooit. Die heb ik nog op het verlanglijstje staan. En het lijkt me zeker mooi om hier nog een keer in dit grote gebouw te schitteren op de baan. Tijdens de zesdaagse van Rotterdam. Ja, dat is echt fantastisch mooi. Maar je reed de weg en je reed de baan. Ja, klopt. Vorig jaar heb ik de Olympische Spelen op de baan gedaan. Ja. En eigenlijk was dat jaar alles erin voor de baan. En dit jaar heb ik wat meer ambitie op de weg en dat is ook wel aardig gegaan. Met gelijk mooie resultaten, Ronde van Drenthe. Ja, zeker. Ronde van Drenthe was natuurlijk gewoon echt het hoogtepunt. Ik bedoel, ja, dat is gelukt, dat je daar in de vroege vlucht wegblijft en gewoon echt wint. Ja, dat is fantastisch. Daar doe je het gewoon voor. Maar van kasseien tot de piste, dat is een groot verschil. Zeker, maar uiteindelijk moet je op allebei heel hard fietsen. Of dat het nou op de baan is of op de kasseien. Je moet gewoon flink trappen, dat flink klopt. Trappen. En nog plannen, nog snode plannen? Wil je nog een stapje hogerop? Ja, zeker. Het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. Uiteindelijk is dat hetgene waar je het voor doet. Je wilt uiteindelijk gewoon het hoogste halen. Dus dat staat op de planning voor volgend jaar. Dus ik hoop dat ik me dit jaar goed genoeg heb laten zien of nog ga laten zien om die stap te maken. Ik heb nog één volgende stap voor je. En dat is? Als je deze oud prof kunt kloppen in een sprint, dan maak je een goede kans om een prof te worden. Nou, dan gaan we dat eens even proberen. Je hebt gewoon buitenblad staan, ja. Nee, ik heb gewoon binnenblad. Ik denk, snel weg.